Wie is hij? Dat is de vraag die we gaan stellen. Hij is overigens Peter Visser van Breda 97. Ook een van de lokale partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Nou, we gaan weer vragen of hij bekend is en of dat er gestemd gaat worden. Deze foto laat zien, hè? Weet u dan wie dat is? Nee, dat weet ik niet. Geen idee. Nee. Peter Visser, hij is de lijsttrekker van Breda 97. Oh. Die ga ik natuurlijk een vraag stellen over de gemeenteraadsverkiezingen. Ja? Dat zit eraan te komen. Is het uw bedoeling om te gaan stemmen? Ik denk het wel, ja. Ik weet al wie ook natuurlijk, maar... Dat hoef ik niet te zeggen. Nee. Ga u stemmen op 21 maart? Nee, want ik zit in Fuengirola. Dus ik ga niet stemmen. Het is natuurlijk een betere plek, hè? Lekker in Zuid-Spanje. Ja. Ga je altijd stemmen? Nou, niet altijd. Maar... Het gebeurt wel eens dat ik zeg van, nou ja, ik heb er ook geen zin in, dat zo zeg ik. En vindt u het belangrijk, de gemeentepolitiek? Een beetje wel, ja. Gaat u stemmen op 21 maart? Nou, dat weet ik nog niet, nee. Waar ligt dat een beetje aan? Ja, omdat er toch niks verandert. Nee. Nee. Ik denk niet dat u toch een beetje invloed heeft? Ik moet nog eens in gaan verdiepen en dan misschien wel even doorlezen wat aantrekt. Nog even over nadenken dus? Ja, ik ga er nog even over nadenken. Ja, en ik ga zelf de stembiljetten rondbrengen. Oh? Van de post, van Cent. Dus dan, ik ga wel stemmen. Ja. Als je niet stemt, moet je niks zeggen ook. Dat is waar, dan moet je geen kritiek hebben. Nee, vind ik ook. Dus ik ga altijd wel stemmen. Op wie weet ik nog niet. Dat is wel belangrijk, gemeenteraadsverkiezingen? Weet ik eigenlijk niet. Ik heb er niet zoveel mee. Nee, landelijk wel, maar gemeente, nee. En waarom is dat minder belangrijk dan? Als je toch een burger bent in Breda, dat je toch moet stemmen. Ja. Voor de gemeenteraad lijkt me wel het beste. Ik moet eerst de lijst even zien en mijn eigen ding gaan verdiepen. Mm-hmm. Dus dan wil ik dat ik sowieso ga stemmen. Ja. Gaat dat bijvoorbeeld ook via de stemwijzer of zo? Dat doe ik meestal, ja. Dus dan naar kijken wat eruit komt, hè. Ja. Maar het is sowieso niet de bedoeling dat iemand anders voor u gaat stemmen. Maar ik weet eigenlijk helemaal nog niet op wie ik moet stemmen. Ik heb me er niet in verdiept. Weet je ook al op welke partij dat u gaat stemmen? Nee, niet precies. Geen idee. Ik heb er ook totaal geen verstand van. Maar wat is belangrijk? Wat moet een politieke partij doen voor de stad Breda? Dat is een goeie. U moet er zich echt nog in verdiepen? Ja. Ik heb er totaal nog niet op gelet. Maar het belangrijkste is, u gaat wel stemmen. Ik ga wel stemmen. Goed zo. Dat advies wat de stemwijzer dan geeft, dat gaat u ook dan ter harte nemen? Ja, meestal wel. Meestal wel, ja. Dus we kijken wat eruit komt, hè. En wijkt de stem dan wel eens af of dat je landelijk stemt of voor de gemeenteraad? Nee. Als het landelijk ergens op stemt, doe ik het voor de gemeente ook. Okay. Ja. En de partij wil de grootste worden in Breda. Welke zou het nou zijn? Hè? D66? Ik heb mijn huiswerk gedaan. Dat is goed. Nou, dan weten we dat ook weer. Nou, succes, hè? Tot ziens. Hè. Wij zijn er voor ouderen, gezinnen en jongeren. Voor vrijwilligers en ondernemers. Voor een sterke gemeenschap in wijken en dorpen. Voor iedereen die het verenigingsleven belangrijk vindt. Voor de dorpsraden, sportclubs, buurthuizen en muziekscholen. Voor tradities en cultuur. Samen. Met beide benen op de grond en een luisterend oor vinden wij al 21 jaar lokaal aansluiting. Wil je weten wat onze plannen zijn voor wonen, sport, cultuur, verenigingen en evenementen? Bezoek dan onze website. Wij zijn Breda 97. Voor een sociaal en lokaal sterk Breda.